versterken. Doelstelling. Aanleggen van veilige installaties in Nederland. Op het gebied van gas, water, elektra. Vandaag kunnen we ons denk ik wel tot elektra beperken. We hebben echt een hot onderwerp. Zonnepanelen en alles wat erbij komt. En we zullen vandaag diverse sprekers op u loslaten die vertrouwd zijn met het onderwerp en die wellicht voor u wat nieuwe gezichtspunten gaan brengen. Dit soort middagen zijn bedoeld om kennis te verspreiden en ook om reacties bij u los te maken. Wij zijn eigenlijk benieuwd of zonne-energie voor ons op het werk haalbaar is, van toepassing is. Hoe dichter ik die panelen tegen elkaar ga schuiven, ja, zal het tweede paneel in de schaduw komen te staan van het eerste paneel. Wij zijn zelf installerend, vandaar dat we hier ook informatie over doen via Sterkin. En wat we willen weten is wat er dus te koop is en wat de voorschriften worden en hoe het verder in zijn werk gaat. En toch wat extra kennis op te kunnen doen. Ja. En dankjewel Sterkin dat jullie mij hebben uitgenodigd om wat over opleidingen en kwaliteit in de zonnestroombranche te mogen vertellen. We hebben nu zo'n 200 megawatt aan systemen geïnstalleerd. We hopen, of de voorspellingen zijn, dat we 4 tot 6 gigawatt gaan doen in 2020. Dus dat betekent dat we ontzettend veel panelen moeten gaan plaatsen. Hier zien we al hoge temperatuur. Daarmee gaat het rendement naar beneden. Hè. Dat gaat eraf. Lage temperatuur, dan zie je dat het rendement wordt groter. Dus als je die temperatuur naar beneden kunt houden. Zo'n middag betekent dat de installateurs zien dat niet ieder zonnepaneel hetzelfde is en dat het aanbrengen van zonnepanelen veel kennis met zich meebrengt, hè, dat ze competenties moeten halen. Dat het meer is dan een zonnepaneel uitpakken, op je dak zetten en een stekker in het dak stoppen. En aan de andere kant kan de consument hier vruchten van plukken doordat ze zien dat ze kwaliteit en het juiste advies kunnen krijgen. Als afsluiting. De tijd om een inspectie te doen is vrij kort. Maar ja, het kan u wel dat net het onderscheidend vermogen opleveren waar u naar op zoek was. Kijk naar of het rendement heeft zoals verwacht is. Laat het goed aansluiten dat je geen problemen hebt in de toekomst. Ja, ik vond het een zeer interessante bijeenkomst. Ja. Het heeft me heel veel helderheid verschaft. Dus. Als je met 300 man zit, kun je weinig kwijt. Wordt alleen maar een afgedreund en ja, dan is het klaar. Hier kun je eens een keer je woorden en wederwoord zeggen, dus je krijgt reactie. Toch wel het hoofdstuk aarding. Dus ik wist dat die discussie al liep. En ik denk dat ik ook bevestigd heb gekregen wat mijn gedachten er al over waren. De sterke installateurs hebben ervoor gekozen om zich aan te sluiten bij een kwaliteitslabel. Om te laten zien dat ze installateurs zijn die gaan voor kwaliteit. En dat was toch wel eigenlijk wat voor zijn gevolgen.